Hey toppers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we hele leuke dingen doen. Nick die komt al aangelopen. Kijk, die is daar al. Hallo Nick. Hallootjes. Kijk eens aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan vandaag hele leuke dingen doen. Want waar gaan wij nu naartoe? Naar de Tuurhuis. Ik heb Tuurhuis. En daarna gaan we nog een fan verrassen. Met een cadeautje van de winactie. Dus we zien jullie bij het Reptielhuis. Doei doei. Hoi, een van de meest bekende. We zijn aangekomen bij Reptielhuis de Aarde. Lekker man. Hier heb je het logootje, lekker man. En er zijn hier, we hebben stiekem al even gekeken. Maar er zijn echt hele gave beesten hier binnen. En we gaan jullie eventjes... En hele lieve mensen. En hele lieve mensen, absoluut, absoluut. Want we hebben al eten gekregen van ze. We hebben drinken van ze gekregen. Het zijn super aardige mensen. En help ze ook eventjes in deze moeilijke tijd. Ze hebben ook een crowdfunding actie. We zijn hier nu bij het Reptielhuis. En ik ga nu even alle werknemers even aan jullie voorstellen. Hoi, wie bent u? Hi, ik ben Oscar en ik ben de trotse eigenaar van het Reptielhuis. Hoi. Hoi. Ik ben Kim. Wie ben je? Hoi, ik ben Kim. En wat doe jij hier zo? Ik ben de gastvrouw, dus ik ontvang de mensen en ik maak een praatje met ze. Hartstikke leuk. Hi, ik ben Daphne. Ik ben de weekendkracht van Reptielhuis. Hoi, ik ben Lieve en ik verzorg de dieren, vooral in het weekend. Hi, ik ben Jip en ik ben de dierenverzorger in het weekend. Oké, we zijn hier nu bij een krokodil. Heb jij hier nog wat vets over te vertellen? Jazeker, deze krokodil is de Afrikaanse dwergkrokodil en is de ene kleinste soort in de wereld. En hoe lang hebben jullie die al? Sinds het bestaan is, 9 jaar. Kijk, jongens, zo'n machtig groot beest. Deze krokodilsoort is solitair, dus die leeft hier alleen. Oké, ook in dit... Ja, alleen in het dierenverblijf, okay. Ja. Oké, dan hebben we hier nog een heel cool beest. En wat voor beest is dit? Het zijn de groene leguanen. Deze dieren die leven midden in Zuid-Amerika. En die zitten hier lekker in een groep te leven met 2 vrouwtjes en 1 man. De dierenverblijf zit inderdaad ook nog wat schildpadden erbij. En dat doen wij omdat ze in de natuur ook samen voorkomen. En ze eten elkaar niet op. En daardoor kunnen ze dus ook samenleven in dit verblijf. Ik vind het echt vet, jongens. Zo jongens, dan zijn we hier bij dwerg... Dwergkaiman. Dwergkaimannen. Ze liggen er heel mooi bij. Hoeveel leven er hiervan op de wereld? Weet je dat ongeveer? Nou, op de wereld van deze soort nog best wel wat. Okay. Zeg eventjes rond 500.000. Maar deze kaimannen zijn dusdanig klein en dus worden ze ook veel uit de natuur ook gehaald. Dus het gaat steeds slechter. Dan hebben we hier nog een heel gaaf beest. Wat voor beest is dit? Dit is een blauwe boomvaraan. En de blauwe boomvaraan zijn lekker hier aan het zonnen. Ja. En we hebben een mooie UV-lamp boven hem hangen. En dan maakt hij heel zijn ribben helemaal plat. Doordat hij heel zijn ribben plat kan maken, kan hij dus zoveel mogelijk zonlicht opvangen. En nu dus ook zonlicht van de UV-lamp die erboven hangt. Zo, dan hebben we hier nog een hele gave slang. Dit is echt heel erg lang. Maar voor mij hebben we daar nog een langere. Inderdaad. En wat voor slang is dit? Dit is een tapijtpython. Dit is de langste slang op dit moment in Australië. Maar er bestaan natuurlijk nog veel grotere in heel de wereld. Dan zijn het de netpythons. En die hebben we een stukje verderop liggen. Oké. Okay. Wow, deze vind ik ook gaaf. Deze ging naar het rennen. Ja, deze kunnen heel erg hard rennen. Ja. Deze rennen ongeveer 15 km per uur. 15? 15 km per uur. En ze kunnen zo hard rennen dat ze ook over water in kunnen lopen. Wow. En daarom hebben ze ook de bijnaam Jezus Christus Haagdis gekregen. Die leven nog. Ja. Oké. Okay. De woestijnsprinkhanen hebben zelf net ook groenten en fruit op. Dus die zijn eigenlijk helemaal gevuld met vitamines. En pak je die dan gewoon zo vast? Nou, ik denk wel dat het jonger lijkt. Wow! Kijk dan. Wow, hij heeft honger, gek. Zo, mat. Ja, ze hebben wel een pittige tante. De vader die nu deze kant op komt lopen. Zo. Die daar al aan het eten is, dat is mijn zoontje. Zo, dus zoontje, maar dat is de grootste. Ja, dat is de grootste. Die is het hardst gegroeid. En die heeft gewoon een meeste gegeten. De enthousiaste reactie die mensen hebben. Ja, natuurlijk. Nee jongens, dat was het hier bij het Reptielhuis. Ik hoop dat jullie heel veel leuke informatie hebben gehad. Tessel, wat ben je aan het doen? Een beetje gekkie. Wij gaan nu naar een fan toe. Die woont toevallig ook in Breda. Die heeft gewonnen met de winactie. Dus dat is het volgende shot waar we nu naartoe gaan. Jongens, we zijn nu bij het huis. Jongens, we zijn nu aangekomen bij het huis van de winnaar. Dus wij gaan nu Bloemvogel even verrassen met wat slijm. Ik zag jouw reactie voorbij komen. Ja. En toen had ik jou uitgekozen, ik had je een DM gestuurd van joh,
Zo, zoals je net hebt gezien, hebben we net een fan verrast. Binnenkort komen er vast nog wel vaker weer in actie samen. Ik ga de vlog afsluiten. Vond je het nou een leuke video? Like en abonneer eventjes. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Later!